Zeg baas, hier is een briefje dat ik schrijf uit de kliniek. Ik kan niet komen werken, want ik ben een beetje ziek. Mijn lijf is helemaal bont en blauw en mijn voorhoofd dat is klam. En ik schrijf u deze brief om uit te leggen hoe dat kwam. Mijn zwager die woont boven in een 10-hoog flatgebouw. En daar heeft hij ook de zolder, maar die was een beetje nauw. Hij begon te doen hetzelfde aan een ruime dakkapel. En ik ben hem aan gaan helpen, want ik mag mijn zwager wel. Het oude dak te slopen, daar begonnen we maar mee. En de pannen laten vallen leek me best een goed idee. Maar mijn zwager was een beetje maf, want hij werd razend woest. En hij zei dat ik die pannen van de trap afdragen moest. Ja, dat ging me veel te langzaam, dus toen nam ik een katrol. En ik hees een oude badkuip op en gooide die toen vol. Maar ik maakte daar een denkfout, want ik merkte tot mijn schrik dat een badkuip vol met pannen heel wat zwaarder is dan ik. Toen ik beneden het touwtje loste, viel die badkuip als een steen. En omdat ik het touw goed vast had, vloog ik er zelf achterheen. Ik schoot als een raket omhoog en ik kreeg de eerste schram. Toen ik halverwege die verdomde badkuip tegenkwam. En de krengde brak mijn schouder toen hij langskwam als een trein. En bovenaan gekomen kon ik wel janken van de pijn. Ik stootte daar mijn hersens aan die rottige katrol. En die kuip verloor wat pannen en was nog maar half vol. Ja, ik was nu heel wat zwaarder dan die badkuip daar beneden. En toen we onderweg weer botsten, ging mijn knie in de puree. Ik brak daarna mijn enkels toen ik aankwam op de grond. En het bleek dat ook mijn scheenbeen deze landing niet weerstond. Ja, ik dacht dat ik het gehad had, maar daarboven op 10 hoog viel de bodem uit de badkuip, zodat al mijn hoop vervloog. Het regende toen pannen en ik raakte bont en blauw. En tot overmaat van ramp dacht ik toen niet meer aan het touw. Ik liet het even schieten en die badkuip kwam omlaag. En wat er toen met mij gebeurde is natuurlijk niet zo'n vraag. De kreng brak me 3 ribben toen die insloeg als een bom. Dus ik hoop dat u begrijpt dat ik niet op mijn werk kom.